This Flemish farmhouse was converted into guest rooms in the 1990s and was used for family celebrations and weddings. The guest rooms all had their own decorations, mostly in Asian style, such as dragons painted on the walls, a Chinese rickshaw in the garage, and lanterns with Chinese texts on them. This abandoned location was full of surprises and it was a pleasure to discover it. Join us in what is left behind of this abandoned farmhouse converted into a guest house. Garage geweest, denk ik. Wat joh, ik verschoot. Zou je niet zo'n tankje buiten? Je kunt zo binnen. Ik weet ook niet of dat deze het huis is dat we moeten hebben. Volgens mij zat dat daar. Dat ander. Er staan nog wel wat kasten, maar voor de rest. Dat is wel cool. Ja. De afgewerkte. Zo die afgewerkte dingen. Oh my god, dat is dingen. Of zeg je geen echte? Kan niet opkomen, marmer. Nou, gazet. Het volk. Die gazet was van vrijdag 10 oktober 1986. What the fuck? The fuck, man. Waar we niet eens geboren. Dat is ook gewoon ineens, bam, de kelder. Maar er is echt niks te zien. Buiten wat schilderingen, ja, behang. Is te verriet mottig. Wel een super gekke retro badkamer. Een plusje op het toilet. De inkomhal met de kapstok. Zo'n oud trapje. Oh my god, al die spinnenwebben. Oh. Wat? Hierin. Oké, trapje op. Het zijn precies kinderbedden geweest hier. Zo'n rare kist.
schilderijen. Welk? De bureau. De oude. Ik weet niet, dat is echt een smal bed ook, hè? Ja. Maar alleen dat frame staat er nog. Ook zo, in elke kamer staat zo'n kachel. Ja, dat is dat, hè? Die kast, jong. Oh, het is zo'n werkkamerken of zo. Zo'n dat ook al bij, ja, dat wel. Het is precies zo dat elk moment dat iemand terug hier in zijn bed kan komen liggen. Ja. Dan heeft toch nog iemand op geslapen. Hm? Toch niet... Ja, waarschijnlijk. Kijken. Ah, dat is een zolder. Huh. Hier is echt niks. Nee. Een waterput. Maar je ziet hier gewoon kei slecht. Hoe gek is deze? Een lantaarnpaal, die heeft gewoon een hele speeltuin. Zelfs een trampoline. Springtouwje. Oh, kun je gewoon van de glijbaan? Kijk, je hebt gewoon een heel trampoline hier staan. Hoe gek is deze? Ik denk dat dit hetgeen is dat we moeten zijn. Hier hebben we nog een waterput. Maar dat gaat gewoon een brug ook zijn, denk ik. Nou, dat is gewoon een koelkast en zo. Vies. Nasty, volle was. Moet je waterput, dat komt precies rechtstreeks uit een film. Fuck, wat is dit voor een kasteel? De waaier. Oké. What the fuck? Oh my god. Oké, maar dit is wel scary. Kijk ook gewoon zo die schilderijken en zo. Ja. Wat is dat? De drie koningen. Toch? Denk het? Lijkt er wel op. Ja. En kijk ook hier zo dat schilderijken en zo. Al die daar ook. What the fuck? Wat is dat? Wat is dat? Hier is dat een beetje misgelopen. Ja. Wie heeft de badkamer zo in het begin? Was ja, dat? En ook zo die kleurtjes. Maar kijk, wil jij je tanden poetsen? Oh my god, dat is echt kerstmokken van een flying tiger. Aha. Is scheef ook. Maar dat is wel echt leeg. Maar wat de fuck, waren die met dieren? Oh my god, wat niks. Ja. Dit is zo'n raar huis, een gebouw. Dat zijn allemaal zo van die kleine kamertjes. Zie je hier ook weer? Wat kan dat?
Maar waren dat geen dinges misschien? Verblijfhuisjes of zo? Zie je weer zo'n badkamer. Maar hoe coole badkamers hadden die? Niet modig, man. Vind je dat wel cool? Ik zou het niet moeten hebben, maar... Een beetje schaam. Maar wat rijk, jongens. Ah. Ik vind dit best wel scary, eigenlijk. Kijk, al die trofees. Daar, allemaal trofees. Oh my god. Hier allemaal Garfield. Misschien wel de kerst. Onze namen op. Vanaf 1976, ja, denk het. Maar is het dan ook. Hof de Volk. Is het tennis of badminton? Nee, tennis. Maar ja, dat is de jaren 70, jaren 80. Nee, dat is zo om eigenlijk je kostuum of zo in te hangen. Ik heb daar echt naar dat was hier voor een heel koets. What the fuck? What the scheisse? What is this? What the hell? Is het kijken naar of wat? Oh my god. Hoe is deze jong, die koets? Dat is wel echt graaf. Ik vind die muurschildering wel echt graaf. Ja. Dat is echt goed gedaan. Ja, hè? Dat is knap. En dan die lampionnetjes allemaal zo. Maar deze blijft toch het beste, hè? Die koets. Ook zo allemaal Chinese tekens op die, dat doek. Oh ja, dat heb ik hier gezien. Dat is voor op een vaar. Uh-huh. Ja, dat is echt een koets. Ja, dat is echt wel scary wat hij ineens ging te doen. Je kunt hier er gewoon in, raam schoon open. Maar oh, het ziet er precies wel heel leeg uit. Oh, maar dat stinkt hier. Oh. Dag omvallen. Oh. Niet op die tweede gaan staan. Die valt om, die staat los. Ja, hier niet. Deze. Zie, dat slaat gewoon om. Zie, het is levensgevaarlijk. Ja, nu weer in bed komen. Dat is gewoon een nachtmerrie iets vragen. Ja. Maar hij deed ook geen verluchting, hè? Nee. Niks. Misschien een heel parfum, denk ik. Ah nee, ik ga sprayen. Wauw, dit is echt zo cool. Oh my god, wat staan van die pixel dingen? Ah nee, dat is gehaakt. Dat is geborduurd. Die fanwagen van Garfield. Ja, ik denk het ook. Verzamel woede Garfields. Oh my god, wat heb ik dat al? Cassette. Ah, allemaal video's. Oude video's. Hier zijn er ook graag. Allemaal van Disney. Het is onze kast van vroeger, die stond ook vol. Die kasten zijn ook echt prachtig.
Maar dat is ook wel gevaarlijk met de kelder. We staan onder water. Oh ja, dat was inderdaad de keuken. Maar dat is iets ouderwits. Ew. Wat is met dat? Hoe bollig is deze niet? Dat is wel niet zo'n oudbollig vuur. Nee, daar. Wow, pas op. Oh my god, duvel. Huh? Dat laat me aan die oude kasten van mijn mama denken. Die had ook zo'n kast, hè. Zie je, dat is een oude, hoe is dat, oven? Een vaatwasmachine. Ja, inderdaad. Ja, het is een vaatwasmachine. Ik zeg het aan het merk. Oei, hoe de wel. Dacht ik al. Hier is een oven. De microgolf, de micro-wave. En de oven. Koekjes bakken. Maar waarom kot is dat? Hier, pionnetjes van het spel. Die zijn die zo... Mensen erger je niet, hier? Zo die pionnetjes? Ja. Een geld, speelgeld. Staat er zelfs op. Grille et référence des mots joués. Curat was payé. Scrabble. Ja, dat is altijd vettig, hè? Zo die oude foto's en portretten. Nee, dat haar. Dat is echt een vergietkapsel. En dat zijn ook gewoon persoonlijke foto's, hè? Trouwfoto's en zo. Ja. En schilderijen. Oh my god. Hoeveel een raar tapijt is dat? Dat is een tapijt volgens mij, al zie. Oh, maar dat stinkt hier. Wat is dat, maat? Nee, dat is een kak. Echt? Een kak, hè? Ja, dat kan wel. Wat was dat? Wat de fuck was dat? What the fuck? Wat is deze, jongen? Dat is als voor machine. Wat is dat voor iets met een doek? My god. Wie verzint deze? Ik wil op. Oh my god. Wat voor iets scary is dat? We hebben ook zo'n pop thuis, hè? My god. Een bruine pop. Wat is dat? Wat is dat voor iets geweest? Ik weet niet, dat is zoiets voor. Ook voor massage. Maspot, ja, ik weet dat niet. En dit is ook zo voor. Ja, maar zo voor de rug, dat het zo beweegt. Dat kan wel. We kunnen weten op hoeveel rug dat heeft gegaan. En dan hier is op zich zo'n massagetafel en dingen. En een zonnebank. Deze heeft hier gezeten, want die vind ik een rare kak, man. Super vreemd hier allemaal. God, ik heb dat zelfs nog niet gezien. Twee voeten, inderdaad. Ik ben niet op dat bed gaan staan. Nee, dat zijn te grote voeten. Dankjewel. Misschien die van u dan. Ja. Nu mijn voet krom, die is hoog. Super raar. Ik heb dikkere voeten. Maar zij is scary. Vind je één maat? Ja, ik had het. Dat is gewoon een badkamer. Maar ook wel echt fancy. Zie je hem? Ja. Maar dit is ook echt zo afgezonderd. Inderdaad.